Kijk in de kamer vol zon, waar ik toch zo graag in die late dag kom. In die muur staan een klavier, die hout is zacht als een zacht en blink geskeer. Vrijdag om 12 en jij kijkt samen met mij, Pieter Nel Baard, in mijn gezelsprogramma Pieter Nel Gezels. Hierdie week is een interessante episode. We are going slightly classical. Ook om aan te sluit by een vertooning wat ons volgende naweek die 16 april doen by Salty River Beer House, waar ek een keer een maand optree en ons een bykie licht klassiek gaan gaan. Ek sit so'n bykie informatie later in die episode daarover. My neefie Henry Lamprecht, die kom kuier in Suid-Afrika nou onlangs, en dit was baie lekker om hom amptelik te ontmoet, waar ons dan baie oor sosiale media en die foon gesels het. Henry het destijds my album A Gallery of Songs bestel, al die pad van Suid-Afrika, al wat ons net oor see eindelijk versprei het, en vir my baie mooi gecomplimenteer daaroor, en dit was daarom baie lekker om hom te ontmoet. Maar Henry het een wonderlike opinie ook oor muziek, hy is een baie hoogopgeleide muzikant, muziekkenner, en ons gesels oor die politieke inslag in muziek, en hoe muziek van die tyd gebruik word, tot voordeel van wie ook al aan bewind is. En toch in my wereld is dit een belangrike ding wat ek doen cabaret. En cabaret vir my is een levendige genre. Ek sê altyd dat dit is die een plek, die intieme theater, waar ons mense se harte kan verander. En ek spesifiek het begin sing in die tyd in Suid-Afrika, toe ons oorgangstye gehad het. So ek kon hierdie intieme theater vir my gebruik om mense se harte aan te raak. Partykeer trap een mens bykie op tone, partykeer roer ek jou hartsnare. En dit is meestal wat ek probeer doen, is om hartsnare te roer, mense te laat lag, en op een baie informele manier mekaar spasie te deel. 2-3 jaar gelede het ons die Sal Festival in Mosselbaai gedoen, en daar het ek met Rico Latte en die Vastgoedlijn saamgewerk, wat ook dierbare mense is. Ons het vir Fraser Perry, hulle Church in LD aan boord gehad, wat saam met ons plaaslike kultuurforum Mokka een groot verhoog gedeel het. Dit was een goed georganiseerde chaos, want ons het aan die Vastgoedlijn gehang, en ons het een groot vertoning opgesit. En die grootste ding wat ons probeer daarmee doen het, is dat, en dit is wat iemand daar het eigenlijk opgemerk het, het sê, Suid-Afrikaners is nog nie gewoond daaraan om ons spasie op een meer informele manier met mekaar te deel nie. En die so type dag, so type gebeurtenis, is eintlik wonderlik, want dier muziek vind ons mekaar, dit sê ek altyd, dit bou meer baie as baie dinge in die lewe. Ons verskille word toch vir ons in muziek iets mooi, iets wat ons geniet. Jy hou van die muziek, ek hou van die ding, en dit is eintlik waar ons juist ruimte moet hee. Maar typies aan ons mens wat ons goed beheer, en muziek word gebruik om goed te beheer, selfs in die klassieke tye, selfs in die klassieke muziek. En dit is iets waar ons raak, ook in Suid-Afrika, moes ons instanties en ons bevordering van Afrikaans aanpassings maak oor die jare, en ons raak baie liggies daan. Partykeer is dit positief, partykeer negatief. Die belangrikste ding in die lewe is dat ons leer om aan te pas by mekaar, en ruimte maak vir mekaar, en dit is in my wat uitstaan. Ek het die voordeel om vir Ben Skooman op klavier te deel in die episode wat ek deur Henry ken. Hy was deel van die vertooning Pieter Nel & Friends, A Message of Hope, wat nog te sien is ook op my YouTube kanaal. En dan sing ek vir julle klassieke snit, Regina Celli, wat ek saam met die Massakoor en die Pretoriase Philharmoniese Orkest, ek nou reg onthou, en Eric Rycroft, wat dirigent was, gedoen het so 7-8 jaar gelede by die KKNK. Nou, dit is 'n interessante story, want hulle het 'n sopraan gehad wat dit sou gedoen het, en toe sy nie kon kom nie, is ek deur Jan-Erik Swart van die Suid-Kaapse Kinderkoor gevra om in te staan. Nou, waar ek klassiek opgelei is, het ek nog nooit so opgetree nie, en my senuwees was geheel en al klaar, want toe ek die ding uitprint, op dit aankom by my, toe is die solo alleen 20 bladsye. En daai naweek het my man heeltyd gehoor, dit allerhande snaaks geluide daarvan uit. Dit het vir hom so vreemd geklink, maar toe ons kom die dag, en dis 500 mense, en dis hierdie ongelooflike ervaring, en die klanke wat uitkom dan, verstomme mense, jy kan eintlik nie glo nie, klassieke muziek is so slim geskryf, jy het nie een microfoon nodig om het te doen nie, en dit was wonderlik. Ons klassieke kunste is iets waarby ons nog baie moet gaan stilsit en gaan leer by. Maar, genoeg gepraat, Chef Ruben van Berke deel ietsie, ook Christie gaan vir ons een prachtig gedigtie voorlees, altyd een voorreg om haar deel te hê van die program, en verder hoop ek net, julle sit lekker terug en geniet hierdie kuier saam met my om 12, want dit is vrijdag en ons gesels. Welkom. Die flamenco. Och, hier is ook net so'n pad huis. Wacht, ek gaan
nog nie. Dit is in die oude dae geskryf. En dis al die herinneringen van die oude dae. Hoe dit was om met die kar te ry van Johannesburg naar die Vrystaat waar hulle geblei het op 'n ou plaas. Daarna by Oondaas Rus en weer terug. Mooi. Ag, heerlikheid, Jan. Wat ons die verpakkos geëet het nie. Ek en nou sê dit nog net vir... Ek het daarom al dit geken. Flamenco. Was hy. Vir Antonio. Hy het hier kom dans in ons land in die oude dae. Hy was die beste danser in Spanje. Die verteller snik sing sy hartstochtelike lied. En die gitaar, ting, ting, hulle skade wees, sleep, sleep. Trap, trap, nee! Sleep, sleep, kom, sleep, sleep, na my warm arms toe. Trap, trap, genoeg! Hulle skadees groei groter, soos tekenings van drake en stiere op wande van die grot. Hy stoei soos met die skip, met seile slap. Stadig snik worstel hy en stuur haar teen die stroom. Toe vinniger, hy wen, hy wen, hy kry sy buit. Maar nee, trap, trap, genoeg. Die dochter van die dier spoeg vuur en wys haar naakte klauwe. Nou, en boog haar rug agteroor gereed versprong. Nou wys sy hom, kom! Trap, 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 trap. Haar val en haar kolle borrel en kolk soos een heksekoldron en haar lang stert sleep ritsel en krul en die stof stuig rondom soos haar hakke galop. Maar die bul van Madrid gooi nou sand en kortspring en mik en kortspring en duik. Met sy skouers gekrom kom hy weer en sy broekspijpe trul soos een mandolien snaar. En sy breë randhoed sit voor op sy kop, en hy skop soos een veghoender aan, sy is gefop. Soos blits krul sy serp soos een slang om haar nek, en sy kyk, eers verbaas, wil dan wegbreek, en trap, trap, trap. Maar die vuur in haar voet het gaan le, en die vlam in haar hart is gedek. Die verteller snik sing sy verhaal en die gitaar ting ting. Sleep, 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 gaan sy saam met hom uit. Die trotse galei, maar haar mas is gebreek en haar seile hang stil. Daar is hy. Baie welkom, dat Pieter nou gesels is, ons nou aan die gang, ja, ons is. Dit is van die lekker om vanochtend met my neef Henry Lamprecht te gesels, want een musici en een musikant en een kenner is al die pad van Londen. Ek het laatst jaar een concert gesê, wat ek in Londen gedoen het, wat ek oor die internet gedoen het, en is dankzij hom is ek contacte en vriende. Pieter Nel, dankie, dit is heerlijk om uiteindelik weer saam met jou in een vertrek te wees. Ja, ons eerste keer was dan nou zondag, so en ek was tweede keer maar. Ja, ja. Henry, vertel my jou achtergrond op muziek. Wel, ek was baie gelukkig geweest. Ek het sommer jonk oorgegaan Londen toe, voor ek gehad om soek te gaan. Ek sê Londen toe Engeland eindelijk. En toe het ek myself daar ingekryp by die Universiteit van Surrey, wat een baie goeie muziekdepartement gehad het en nog steeds het. En ek het compositie gedoen onder Jonathan Harvey, wat baie interessant was. Hy was op die stadium die mees bekendste componis wat klasse aangebied het. Toe ek daar gaan studeer onder hom, want ek wou specialiseer in composisie en klavier gedoen onder Catherine Stott, wat baie bekend is. En ek het eindelijk gedink ek wil concertpianist word. Maar ek was maar bykie lui geweest, baie geoefend, so dat ek nou moes eindklink. Ja, ek het ook gehoor, ek is een begaafde maar een lui student, so ek gaan nou maar niks oor die familie dinge. Ja, nee, dit ook maar in die familie omgevoel. In geval, en toe bedacht, toe is daar nou vir my gesê, maar jy moet nou recht gekies, wil jy nou composisie doen, of wil jy nou klavier doen? En toe ek nou maar besluit, ek gaan composisie specialiseer, dit het ek nou gedoen, en dit was baie interessant. Enig iemand wat Jonathan Harvey sy muziek ken sal weet, en dit is een bykie
Baie van die klassieke, meer moderne stukke, is vir baie mense soos daarin. Ja, maar hy was baie goed gewees, hy het my nooit voorgeskryf precies wat ek moest doen nie. En hy het my net vir my gesê, jy moet aangaan, en hy het net vir my basis gesê, is dit, dan speel hy goed terug, en sê, is dit wat jy gehoor het? Dit klink baie lekker creatief. Ja, dit was baie goed gewees, hy het net gehelp om daai natuurlijke talent uit te brengen. So toe het ek dit gedoen, en toe het ek een meersgraad gedoen, en toe besluit ek, ek wil my nog nie groot word nie, want die groot wereld daar buiten, baie scary. Dan doen mens wat het meeste is, omdat die les is moeilijk ja, voor, nie. Precies. Dit maak my nie sê. Precies. Dit is fantastisch. En toe wil ek, toe het ek nou nie meesters gedoen in composisie nie, ek het meesters gedoen in muziek en politiek. Wat een nieuwe cursus was, wat al aangebied en daar is een frisk oudelijke docent, Catherine Taylor Jay, wat al begin het, en sy was die eerste rechtige doktorale student gewees by die Universiteit van Southampton, wat toen nou muziek en politiek gedoen het, maar ek het nog altijd belangstelling met politiek gehad, en toen het ek dit gedoen, saam onder haar, en het was rechtig baie interessant gewees om te begin dink oor hoe componiste kommentaar lewer, oor wat om hulle aangaan, en ek denk, jy doen baie. Ja, dit jou, is interessant, die kom die kabaret uit, ja, wat is jou kommentaar gegeven? Baie, jy het, en die kabaret van die Weimar Republiek was baie belangrik geweest, en so deurgegaan, weet, Shostakovich, wat gesê is wat om te doen, en hoe Stalin en Pravda gekritiseer het oor muziek wat hy gesê het, is nie goed vir die Russische mense nie. Ja. En hoe hy ons skryf wat hulle vir hom voorgeskryf het effectief. Prokofiev moest dit ook doen en dan krijg je natuurlijk Michael Tippett met Child of Our Time, wat pacifistische werk was hier in de Tweede Wereldoorlog, inderdaad. Arme Tippett was in tronk geweest omdat hij geweier het om deel te neem actief aan Het is interessant, ek wil vinnig inkom daar, ons het, ek weet die vastgoedlijn sê in die episode, het hulle met Dion Maas gesels, wat gesê het, sy journalistieke ervaring, in Afrikaanse muziek, is in 'n groot mate voorgeskryf oor die type klank, die Europese klank, ons het nooit onszelf toegelaat voorheen, om ons Afrika erfenis deel te maak van ons klank in Afrikaans, nie. So die voorskriftelijkheid is baie keer maar daar, die muziek gaat het interessant. Jy het daar kommenteer het besluit, wat? Gaan wees en natuurlijk volksspelen is een totale synthetische ding wat opgemaakt is uit verscheidenheid van Europese nationale dansen, vooral Zweeds. Nee, ons sê nie dit sleg nie, ons sê nie, ons is blij om op het lijst te wees van ons opgemaakt. As Afrikaners is ons Europees, as jy in Nederland gaan doen, en hulle praat starig en jy praat starig, verstaan jy op mekaar, terwijl hulle Nederlands praat en inderdaad is jy Vlaanderen toe gaan. Vlaams is basis, klink baie soos Afrikaans. Ja, het klink maar soos bykie soos iemand. Maar nou die muziek, ek wil terugkom by jou, want ek ons kan baie gesels, dit is baie lekker. Ons is familie. Dit is as het werk, jy het toe jou meesters klaargemaakt met muziek en politiek. En daarna, wat het? Toen ek in politiek ingegaan, en aanvankelijk was daar die idee geweest dat ek rechte moest gaan studeren, toe ek ouderdom van 30. Maar jy weet het. Toen ek my LLB gaan doen en ek het geleer om een advokaat te word in Londen by Middle Temple, wat natuurlijk ook bekend is vir twee ander groot Suid-Afrikaanse geeste wat daar was voor my, Mahatma Gandhi en Jan Smuts. So het ek daar gestudeer en toe opgeëindig met my eie firma wat public relations doen. En dit is nou wat ek doen. En toen nou jaarlik met die lockdown, kan ek nou ontsnap, want ek het my eie maatschappij, en ek kan doen van hier af, wat jaarlik is. Maar nou wil ek nou eerst vir jou nog wat ek vertel. So laas jaar, gedurende die lockdown, want ek het nou maar bykie bezig geraak met ander versie, die kompetitie afgeskep. En toen laas jaar, toen ek begin werk, een interessante werk. Kort een bedrijf opera oor Dimitri Tsifendas, wat natuurlijk een baie controversiële figuur is. Sure, yeah. En
Dit is hoofdzakelijk voor bariton en dan natuurlijk nou ook een type van een mezzo-sopraan verteller karakter. Dat is maar die hoofdkarakter is nou maar een bariton. Want dit was die stemtoon van Savendas. En dit gaan rechter in oor sy waansin of waansin wat hy voorgegeet. Ek denk, is die meer accurate term. So, dit was baie interessant om dit te doen. En soos jy sê, die Europese voorskrifte ek bietjie by die deur uitgegooi en Afrika klanke probeer inbring. So dit is nog, ek werk nog daar in een van die areas wat jy gekry. Ek wag in spanning dat ek daar kan sink hier so hou, net vast, so ek het dit. Ja, maar dit was 20 jaar laas wat ek geskryf het, so nou is dit nog een keer. Het is nogal bindend, so sal jy sê, muziek vult toch een mens leven aan. Ek maak nie saak, ek bedoel, ek al die kennis daarvan. Jy het ook klas gegeen. Ja, ek het vir hele paar maande, of vir 2 jaar eigenlijk, het ek gedoseer by een instituut in Londen, aan muziek, wat ek geniet het tot op een punt. Maar as jy baie lui studenten het, dan maak jy op een muziek aan te besling en gegeen. Voorlangs na muziek aan. Ek gaan vir jou sê, maar juffrou het altijd voor een daardie gesê van jy is so begaaf toe my luister denk, juffrou Roo, en ek vertel ook my jy vertooning, sy was nog van een karakter. Henry, baie dankie, dit is te min, dit is te kort, ons sal nie meer kwijt, ek kan gesels, maar ek gaan die area aanleer en dit definitief inleid voor. En jy is ook baie goeie vrienden met Ben Skoema, so ek hoop ek kan in hierdie specifieke episode ietsie van Ben speel, wat ongelooflike pianist is. Maar een dag as jy vir my ietsie opgeneem het, stuur jy dan speel dit ook. Ek sal definitief so maak. Maar ek wacht af, want ek het besluit dat daar so gaan die narrator in die opera. Ek hoor Petronelse stem, so ek het bietjie extra tekst gekry, so kyk uit, dat is een speciale inwees vir jou. Bietjie in die, ek dink, ek kan maar eierige klank hee vir die verteller. Maar ek is die bang nie, ek kan maar vir my aanstuur ons leer en ons kan net probeer. Baie dankie. Baie dankie vir jouself. Ek spoor en uit vir nou. Thank you.
Ek het maar in 'n musiekhuis groot geword. My ouers is altyd baie musikaal en van die jong ouderdom af is ek al blootgestel. En ek het my eerste klavierles gehad in graad 2 en van daar af het ek nog nooit teruggekyk. Ek het my graad 8 klavier Rolandskools klavier eksamen afgelê en my graad 5 in Nisa theorie eksamen afgelê. En dit is op die oomblik die hoogste kwalifikasie wat ek kan studeer nie. Maar ja, ek is nou tans in die musiekbedryf. A bloom in elke vrou. Oh God, please, the visualists, they just ain't what they seem. God, please, the visualists, to forget about their dreams. In a lifetime of despair and a little bit of mediocrity, God bless the visualists to forget about their dreams.